Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We zien op de satellietfoto dat we beginnen met veel zon vanochtend, het is ook overal droog. In de loop van de dag gaat de bewolking vanuit het zuiden wel steeds meer toenemen, maar ook dan blijft het gewoon droog. Overwege de ochtend is het een graad of 18 en vanmiddag wordt het uiteindelijk 21 tot regionaal 26 graden. Er waait een zwakke of matige wind, veelal uit oostelijke richtingen, kracht 2 tot 4. Vanavond hebben we te maken met tamelijk veel bewolking, maar ook wel wat opklaringen. Zo halverwege de avond is het weer afgekoeld naar een graad of 22. Komende nacht wordt het grotendeels bewolkt in de oostelijke helft van het land en dat zal ook morgen overdag het geval zijn. Vooral langs de oostgrens is kans op een enkele bui, misschien met een klap onweer. In het westen en noordwesten blijft het droog en schijnt nu en dan de zon, maar ook daar drijft veel bewolking over. Tot 22 tot 25 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het licht wisselvallig zomerweer met bijna elke dag wel kans op een enkele bui. Vooral donderdag kan er ook onweer bij zitten. De middagtemperatuur boekt geleidelijk aan weer wat winst en stijgt van 23 naar 26 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl